Nou, hier leggen ze. Mijn vader en moeder, mijn twee broers, Eddie en Wil. Door een tariefsverhoging moet Marjolein plotseling duizenden euro's bijbetalen voor de graven van haar ouders en haar broers. Ik was 7 met mijn broer Wil. Die is verongelukt met een motorongeluk. En Eddie is gestorven op 5 december, Sinterklaasdag. Toen hij had leukemie. Dat geld is er niet en dus moest ze kiezen. Nou, dat heeft me heel veel slapeloze nachten bezorgd. We hebben het besproken met de familie. En toch voor mijn vader en moeder. En de hoop dat ze je denkt van er is hier heel veel plek nog. Van ze blijven nog wel een tijd liggen. Ze kan zich het onderhoud van 1 graf veroorloven. De graven van haar jong gestorven broertjes moet ze noodgedwongen laten ruimen. Ik weet alles nog van die jongens. Ja. En als dat weg is... Kijk, op slot moet je afstand nemen, dat weet ik wel. Maar hier was niet op gerekend, omdat je denkt dat je het goed geregeld hebt. Marjolein is niet de enige die te maken krijgt met nieuwe regels van de gemeente. Er zijn al graven geruimd en als deze nabestaanden zich niet melden, volgen er meer. Ik heb het idee dat ze er zo'n haast mee hebben om alles hier weg te halen op een of andere manier. Je bent bang dat je hier op een dag komt en dat ja, ze ineens verdwenen zijn? Daar ben ik bang voor, ja. Dus er gaat van alles door mijn hoofd heen. Ja. Van ik ga er op dat graf zitten en ze halen ze niet weg. Ja. En zo belangrijk is het voor mij. Medemblik is op ons verzoek aan het uitzoeken hoe de vork precies in de steel zit. Marjolein hoopt vurig dat er een oplossing komt. Ik hoop dat jullie je hand over je hart strijken en dat jullie toch eens na gaan denken. En ik ben niet de enige die hier met dit vreselijke probleem zit, want het is je familie.